Bij mij was het meer een vertrouwenskwestie. Mm-hmm. Omdat ik er echt al bloed, zweet en tranen in had zitten. Ik wist toen al dat het heel veel potentie had. Nog steeds is mijn doel om dit gewoon internationaal uit te breiden. Dit moet gewoon een internationaal well-known brand worden. Waarom? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is gewoon een gevoel. Omdat ik weet dat wat wij doen is zo uniek. En dat kan iedereen zeggen met een eigen concept. Maar het is, en dat is ook heel moeilijk uit te leggen. Want als je echt in een les staat, dan voel je gewoon wat er gebeurt. We werken op de beat. Er zit een lichtshow bij. Alles klopt. Dus zeg maar, je wordt geprikkeld op alle manieren. Mijn trainers zijn ook zo opgeleid dat iedereen in de les aandacht moet krijgen. Dat heb ik vanaf het begin af aan gedaan. Ik leid ze zelf niet meer op. Maar het is een bepaald gevoel wat mensen krijgen als ze een les meedoen. En helemaal als ze de les uitlopen. En dat is heel moeilijk te kopiëren. Mm-hmm. Het is wel een challenge, omdat alles valt en staat met de trainer die er staat. Ja. Dus ik heb nu al, we hebben nu Rotterdam locatie, in Amsterdam Oost hebben we een eigen locatie. We doen nog één nachtclub. En we zijn nu bezig met de tweede locatie in Amsterdam. Om die te laten bouwen. Het is nu al met drie locaties, is het een challenge, en helemaal twee verschillende steden, om de trainers altijd op hetzelfde niveau te hebben. Als een format echt. Ja. Ja, dat als ik ga trainen in Amsterdam of Rotterdam, moet ik hetzelfde meemaken. Exact. Ja. En daar hebben we natuurlijk allemaal, we hebben nu een framework staan. Alle trainers, voordat ze überhaupt trainer bij ons zijn, gaan ze 6 weken in een academy. Dus dat is echt wel een opleidingstraject van, even kijken, 48 uur mm-hmm. in totaal. Mm-hmm. Ja, dus dat is gewoon een bepaald gevoel. En dat ja, ik weet gewoon dat het gaat gebeuren. 24 studio's las ik ergens in 8 jaar. Ja. Maar we staan nu op 3 in Nederland. Ja, toch? Precies. Ik moet hem een beetje bijschaven. En ik moet ook zeggen, weet je, mensen vragen altijd van, ja, maar wat wil je over 5 jaar? Kijk, nu met Booty Club, we zijn echt nog dat speedbootje. Mm-hmm. Snap je? We mm-hmm. kunnen nog, zeg maar, mm-hmm. snel overal omheen. Urban Gym Group zit natuurlijk in wel een iets andere fase, maar ook daar kunnen we nog steeds heel snel schakelen. Mm-hmm. Dus ik denk dat de kracht erin zit dat we echt een heel groot aanpassingsvermogen hebben. En dat ik ook kan schakelen. Bijvoorbeeld als wij met Urban Gym Group internationaal gaan uitrollen, kan Booty Club daar ook in mee. Dus het ligt even heel erg aan de situatie waarin we zitten. Ik kan wel zeggen dat ik denk dat volgend jaar de eerste stappen worden gezet internationaal. Wat is er veranderd, zeg maar, toen die deal uiteindelijk gesloten was? Even los van jouw persoonlijke rol, wil ik zo meteen even weten. Maar wat is er met name, want ik ken Jordi niet goed hoor, maar ik heb hem geïnterviewd hier op 7DTV. Gedisciplineerd, gestructureerd. Lijkt me niet, het is geen vrijblijvend typeje, zeg maar, om met zo'n iemand. Dus hoe is die cultuur daar? Wat veranderde er voor jou? Ja, ik moet zeggen, daar was ik dus heel bang voor. Daarom heeft het hele proces ook heel lang geduurd. Omdat ik dacht, ik ben gaan ondernemen om vrijheid te hebben. Ja. Ik heb letterlijk in mijn contract laten opnemen dat hoe ik werk, waar ik werk, is niet aan tijd en plaats gebonden. Ik heb ze 100 keer op het hart gedrukt. Ga alsjeblieft niet tegen mij zeggen, je moet van 9 tot 5 hier op kantoor zijn. Mm-hmm. Want dan ben je me echt kwijt. Mm-hmm. En dat hebben zij zo goed begrepen. En nou, Jordi heb je ontmoet, Marjolein niet. Maar zij hebben echt zoiets van, we geloven in jou, in wat jij kan. Dus we willen je die vleugels geven om dat te kunnen uitvoeren. We willen je de middelen bieden om dat te kunnen doen. Maar we gaan je zeker niet je vleugels afknippen of ergens daar een hoekje zetten. Want het komt niet ten goede voor Booty Club en dan ook niet ten goede voor de hele groep. Het is wel anders in de zin van, het is grappig, want 2 jaar geleden kwam ik bij Urban Gym Group als deel van de board dan ook. Ja. En we zijn in die 2 jaar zo ontzettend gegroeid. We hebben nu echt een kantoor. Op HQ zitten nu 50 man. In totaal zijn iets van 400 man personeel. En het is zeker, we hebben nu een nieuwe CEO. Neil, die komt van ook een hele grote fitnessketen uit de UK. Ja, die is extreem gestructureerd. En denkt voornamelijk heel erg in processen. En dat is voor mij heel erg een ik moet daar balans in zien te vinden. Dus ik moet echt die creativiteit nog kwijt kunnen. Mm-hmm. Maar het is niet meer zo, en dat heb ik eerder gedaan,
dat ik in mei denk, oh vet, we gaan dit jaar in de zomer gaan we bootclubben op Ibiza doen. En dan ga ik eind mei daarheen met 3 meiden van mijn team. En dan denk ik oprecht dat ik het in juli kan hebben staan. Mm. Ja, zo werkt dat niet. En dat is wel goed voor mij, dat ik word wel heel erg... Er wordt wel heel erg tegen me gezegd van focus, ja. Alsjeblieft. Want ja. Ik wil echt 12 dingen doen in een jaar. Ja. En dat gaat. En verantwoorden kan ik me ook voorstellen. Hè? Van Jordi is volgens mij ook, ik weet niet of hij dat nou letterlijk vertelde, dat hij ook zei van dat er dan mensen waren die zeiden van ja, we moeten die ruimte, die wordt toch niet zo gebruikt, dus die gaan we wel ombouwen. Dat hij dus van hoezo meten. Weet je wel? Jordi zegt data. Ja. Data. Ik moet bij Jordi echt niet aankomen. Van, ik heb een leuk nou, idee. Jor, mijn onderbuikgevoel zegt nu dat we in Den Haag moeten openen. Ja. Dan zegt hij echt, ja, meid, kom maar even met een omgevingsanalyse. Ik wil gewoon een business case. En dat is natuurlijk, we laten nu de derde locatie bouwen. Daar gaat wel eerst een hele business case aan vooraf. Ja. Ja. En hoeveel lessen denk je te draaien? Wat is de gemiddelde bezettingsgraad? De omgevingsanalyse, wat voor concurrenten. Ja, eigenlijk een beetje het standaard ding. Maar dat moet ik nu wel doen. Het is niet meer van, oh, dit vind ik leuk en let's go. Maar heel leerzaam voor mij. Ja, mijn fiscalist zei ook tijdens het verkoopproces, zei hij, ja, June, eigenlijk moet je dit zien als gewoon een hele goed betaalde MBA. Ja. Deze mensen hebben zoveel know-how en zoveel kennis en daar kan je zoveel van leren. En dat is ook zo. Echt dag in, dag uit. Ja. Leer ik daar. Hoe belangrijk is social voor jou? Want je bent iemand die heeft een redelijk grote following. Je zegt veel over je privéleven. Ja. Je laat je gedachten die deel je. Je laat jezelf letterlijk zien ook. Je bent uitdagend op dat soort platformen. Hoe zie jij die rol? Nou, dat is wel een... Daar zit wel een moeilijkheid voor mij. Omdat ik wel struggle met hoe profileer ik mezelf. En wie ben ik? Kijk, eerst was ik de eigenaresse van Booty Club, maar ik gaf zelf nog heel veel lessen. Dus ik was eigenlijk die fit girl. Maar nu heb ik ik geef geen lessen meer. We hebben nu bijna 30 trainers. Ik ben veel meer op de achtergrond bezig. Dus ik was toen al ondernemer, maar ik voel me eigenlijk nu meer die businessvrouw. Maar goed, ik hou wel van trainen. Ik ben ook bezig met hoe ik eruit zie. En ik ben nu ook moeder. Dus dat is een beetje het voor mij persoonlijk, kijk, ik zeg wel altijd, mijn prioriteit is altijd natuurlijk gewoon mijn werk en mijn kids. Mm-hmm. Nou, eigenlijk moet het andersom, hè? Mijn kids en mijn werk. Ja, hoe belangrijk is het voor je? Kijk, ik zie dat niet als een businessmodel, als je daarop doelt. Nee, maar je kan er ook morgen mee stoppen dan, bij wijze van spreken. Ja, maar ik vind het wel heel leuk om te delen. Kijk, ik denk wel dat, en zonder arrogant te klinken, maar ik denk wel dat het tof is om te laten zien dat alles kan. Dat ik het nu ook combineer. Ik heb een jaar geleden een tweeling gekregen. Maar 5 uur voordat mijn vliezen braken, stond ik mijn eerste club te openen. Weet je wel, dus ik wil wel laten zien van waar een wil is een weg. Mm. En ben je een rolmodel? Vind je dat, is ook een hele moeilijke discussie dit hoor. Moet je maar oppassen. Maar, want ik ontmoet bijna geen mannelijke ondernemers die zeg maar op hun Insta laten zien dat ze 2 kinderen hebben gekregen en hoe fantastisch dat is. Maar weet je wel, dus zwaar. Ja, nee, maar, je kan er naar kijken en dus zeggen van ja, fuck it, of ik nou een man of een vrouw en boeit niet, ben een ondernemer en weet je, gelijke monniken, gelijke kappen. Maar je kan ook zeggen, nee, fuck it, ik ben wel degelijk een rolmodel, want er moeten veel meer vrouwen opstaan en gewoon het ondernemerschap ambiëren. Hoe zit jij in die wedstrijd? Nou, ik denk wel dat we al wel een beetje die kant op gaan. Ik bedoel, we zijn natuurlijk wat dat betreft veel gelijkwaardiger. Als in, er zijn veel meer vrouwen die ondernemen en die hun eigen boontjes doppen. Ik denk alleen wel nu met kids dat er nog steeds van een vrouw toch eerder verwacht wordt dat ze ergens anders opoffert om er voor de kids te zijn. Hm. En ik vind dat zelf ook een heel moeilijk onderwerp hoor, want ik struggle daar zelf ook nog mee. Ik kan niet zeggen van, oh, ik heb dat helemaal onder controle. Want ik voel me eigenlijk heel vaak schuldig als ik aan het werk ben. Mm. Ik voel me heel vaak schuldig als ik aan het werk ben tegenover mijn kids. Laat ik zeggen, veel aan het werk ben. Mm-hmm. En andersom, als ik met mijn kids ben en er moeten eigenlijk dingen gebeuren die ik niet kan doen, voel ik me schuldig tegenover mijn bedrijf. En dat is gewoon een continue struggle eigenlijk. Ik heb echt een Excel-sheet voor een maand. Waar mijn kids zijn, wie ze ophaalt, wie ze brengt. En ik wil gewoon op zondag. Ja, en dat is echt niet romantisch, maar ik wil op zondag gewoon de week doornemen van hoe gaan we dit fixen? Want anders gaat het niet. Dan kan ik nooit zo'n baan hebben en 2 kinderen.
Jij bent ooit 60. Ja, hoop ik. Duur nog even. Wat doe je dan? Visualiseer dat eens. Ik heb een huis in het buitenland, aan het strand. Hoe oud zijn mijn kinderen dan? Wow, dan zijn mijn kinderen net zo oud als ik nu. Oh. En zit je dan nog in de fitnesswereld? Ja, ik denk het wel. Maar ik vind het echt een hele lastige vraag. Ik kan wel gaan bedenken. Ik weet in ieder geval wat ik wil. Ik wil een huis aan het strand in het buitenland. Dat gaat er komen. Ik wil dat mijn kids heel gelukkig zijn. En ik wil gewoon echt financiële vrijheid in alle opzichten. Dat ik niet per se hoef te werken. Ja, precies. Maar goed, ik moet zeggen, ook al zou ik nu die optie hebben, ik zou precies hetzelfde doen. Ik vind het fantastisch wat ik doe. Mag je dank voor je verhaal. Heel graag gedaan, dankjewel. Leuk dat je mijn gast was. Ja, en dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersverhaal hier op 7DTW van June Sier. En als je met je billen aan de slag wil, is het Booty Club, hè? Aan de bak, zeg ik. Je zal mij dan niet zien. Dankjewel voor het kijken. En als je hebt geluisterd naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Hoi. Thank you.